Arme Mo, wat doe ik hem allemaal? Dit was echt het slechtste idee ooit om dit te doen. Leuk jullie kijken naar weer een nieuwe video. En vandaag ga ik iets leuks doen. Ik heb namelijk gisteren een bericht op Instagram geplaatst. Met daarin de vraag of jullie vragen voor mij hadden voor een Q&A. Maar niet alleen vragen, maar ook opdrachten. Want ik heb namelijk al eerder Q&A's gedaan, maar dat is al best al lang geleden. Dus ik dacht, nou, ik doe er weer eentje. Alleen, daar was het alleen maar een Q&A. Dus ik dacht, ik doe er nu eens wat leuks bij. En dat mogen jullie ook opdrachten geven. Jullie hebben echt heel veel vragen en heel veel opdrachten gegeven. Dus dat is voor mij best wel moeilijk om er daar aan een aantal uit te halen. Maar ik denk dat ik wel hele leuke eruit gehaald heb. Dus ben je nou benieuwd wat voor opdrachten ik ga uitvoeren en welke vragen ik ga beantwoorden? Blijf dan zeker kijken. Dan ga ik nu beginnen met de eerste vraag. Even kijken. De eerste vraag is van YunaLady3. En zij vraagt, wat is Mo zijn lastigste eigenschap? Nou, ten eerste, Mo is niet lastig. Maar hij heeft natuurlijk wel wat dingetjes die ik soms lastig vind met het rijden. Zoals hij nu ook een beetje doet. Wat ik vaak lastig vind bij het rijden met Mo, is dat hij soms een beetje drammerig is. Dus als ik dan ga vragen of hij een beetje wil ontspannen met hele lichte hulpen, dan gaat hij vaak onder me uitrennen. En dat vind ik ontzettend moeilijk om dat op te lossen. En hij is sowieso vaak wel drammerig. Ook met de fotoshoot was hij een beetje drammerig. En altijd als ik ga aansingelen of opstijgen, gaat hij altijd lopen, terwijl ik zeg dat het niet mag. Dus dat is denk ik wel Mo zijn lastigste eigenschap, dat hij dus een beetje drammerig is. Vraag nummer 2. En hier vraagt iemand, waarom heb jij een eigen paard en je zusje niet? Nou, eigenlijk is Mojito ook voor mijn zusje en eigenlijk ook voor mijn ouders. Maar mijn ouders passen er niet op, omdat die zijn een beetje te zwaar en te groot. En mijn zusje die rijdt er ook gewoon regelmatig op. Nu, zeker nu het vakantie is, rijdt ze er sowieso wel één keer per week op. Alleen mijn zusje heeft er niet zo'n belang bij om heel erg veel te rijden en eventueel ook wedstrijden te rijden. En Mo kan ook nog wel eens heel pittig zijn. En mijn zusje vindt dat soms spannend, want daar is nog wel een leuk verhaal bij. Ik was hier, vorige week was dat. Toen was ze hier aan het rijden. En toen gingen ze, dit is hier nu dan kamp op de Tunesië. En ik was leiding, dus zij ging Mo rijden. En toen gingen de kampkinderen, moesten er een keer tafelkleed uitkloppen als we gegeten hebben. Dus dat doen ze dan buiten. En dat gingen ze hier vlak naast de buitenbak doen. En mijn zusje was net afgestegen en ze beginnen zo te klopperen met dat tafelkleed. Niet zo slim natuurlijk. En Mo schiet er vandoor. Dus mijn ouders die zeiden ook, ik was er niet bij, mijn ouders zeiden, oh, ik was zo blij dat ze er al naast stond. Want als hij dat had gedaan, als het op had gezeten, dan oh. Maar dat vindt mijn zusje dus soms spannend, dat Mo ineens kan wegschieten of heel hard gaat of een beetje sterk wordt. En dan ga ik nu de eerste opdracht doen en dit is een opdracht die al best wel gelijk een beetje heftig is. Want ik heb, er zijn wel meerdere heftige opdrachten ingestuurd. Ook hele gekke waarvan ik zoiets als een, oh jeetje, dit kan ik helemaal niet doen. Maar een opdracht die ik wel dacht, ik ga het in ieder geval proberen. Ik zeg niet dat ik het kan, maar ik ga het wel proberen. Is ga op Mojito staan. En dat ga ik dus proberen. En als het goed gaat, ga ik een stukje stappen. Ik heb het wel eens eerder gedaan, maar dan hield iemand hem vast. En daar is mijn vader die achter de camera staat, die gaat hem alleen eventjes vasthouden terwijl hij aan het filmen is als ik ga staan. Maar daarna ga ik proberen om zelf een stukje te lopen. Ik ga het wel op het zadel doen, zodat ik niet op zijn rug hoef te staan met mijn schoenen en zo. En sowieso op mijn sokken erop staan, dat glijdt een beetje. Dus ik doe het eventjes gewoon op het zadel. Dus ik ga nu opstijgen. Ik moet eerst even aanzingelen. Oké, nou dan ga ik er dus nu opstaan. En Mo staat tot nu toe nog goed stil. Ja, goed. Oké, ik ga eerst eventjes op mijn knieën. Wow, ik vind het echt best wel spannend, want als hij nu ineens de kolder krijgt en ze komen nu de tafelkleden uitkloppen, heb ik echt zo'n groot probleem. Oké. Ik heb het wel eens eerder op een voltige paard gedaan. Dus op zich. Oké. Oké, ik sta, dat is 1. Stap. Hij wil niet stoppen. Kom maar. Oké, mijn veiligheid. Oké. Oké. Oh god. Dat is zo lastig. Oké. Ik ga het nog een keer proberen. Om te staan. Oké, staan is in ieder geval gelukt. Kom, stappen. Oké. Ik sta. Ik
vind het wel genoeg. Ik heb een stukje gestapt en ik heb erop gestaan. Dus het is klaar. Ik heb het gedaan. Een andere vraag die ik via Instagram kreeg was: vind je jezelf goed en vind je jezelf en Mo mooi? En de reden dat ik deze vraag ga beantwoorden in deze video, is zo mijn stem, is omdat ik best wel vaak de vraag krijg van je denkt, nou ja, anders krijg je denkt dat je zelf heel goed bent, maar dit is absoluut niet zo. Want nou ja, ik heb nog heel erg veel te leren en ik ben ook maar gewoon iemand die gewoon leuk springwedstrijdjes rijdt en ook nog soms hele klungelige dingen met zijn pony doet zoals dit. Maar ik vind Mo natuurlijk wel de allermooiste en de superste pony die ik me maar kan wensen. En ik vind hem ook echt super goed. Want nou ja, hij is dus in Uruguay geboren en hij heeft nooit Engels leren rijden. En dat hij dan nu gewoon L met mij springt en op zijn eerste wedstrijd gewoon tweede wordt in de L. Nou, dat vind ik gewoon echt geweldig. Ik vind dat zo knap van hem. Ik bedoel, en dan ook terwijl hij 17 is. Ik vind dat echt heel erg knap. Dus ik vind Mo echt super mooi en super goed. En de beste pony die ik me kan wensen. En over mezelf, ja, dat kan ik niet echt oordelen. Ik weet niet echt wat ik van mezelf vind. Dus ja, nou ja, dat was deze vraag. En dan ga ik nu weer een andere opdracht doen. En die opdracht zoals net had staan. En wat ik nu ga doen, doe dit alsjeblieft niet zomaar thuis. Nou, dat zijn natuurlijk best wel heftige dingen. Je weet niet of elke pony daarvoor te gebruiken is. Maar ik weet dat Mootje heel braaf is zoals net bij had staan. Maar goed, de volgende opdracht is achterste voren zitten en dan draven. Nou, ik heb al, ja, toen ik een beginner was, heb ik al achterste voren gezeten. Want wij doen altijd bij de beginnertjes in de les, noemen we dat oefeningen rondje om de wereld en zo. Maar ja, dat ga ik dus nu proberen. Ik ga eerst even achterste voren zitten. Oké. Dan pak ik mijn teugels vast. Kom. Oké. Wow, dit zit al zo gek op mijn zadel. Oké, dan ga ik nu proberen te draven. Dit zit zo raar. Gaf die nou een bok? Dit gaat beter. Nou, op zich vind ik dat ik deze opdracht best goed heb uitgevoerd. Ik weet niet of ik galop durf. Zou dat lukken? Ik weet het niet. Ik ga het misschien een heel klein stukje proberen. Oké. Ik vind dit al best wel heftig. Galop. Zal ik het nog één keer proberen? Oké. Oké, Mo. Goed dan. Oké, zo heb ik mijn best als te weer. Galop. Kom. Kom. Galop. Oké. Galop. Kom. Oké. Goed genoeg. Ik vind dat Mo super braaf is. Ik bedoel, hij doet geen vlieg kwaad. Maar dat was echt heel leuk. Nou, deze opdracht is vol. Oké, en nu de derde opdracht. En ook gelijk jammer genoeg de laatste. Want ik vind het echt ontzettend leuk om al die opdrachten uit te voeren. En deze opdracht die is denk ik nog wat heftiger. Want ik ga namelijk springen in de dameszit. En ik heb dit wel eens eerder gezien met vrouwen die zeg maar echt gewoon standaard in de dameszit rijden. Die hebben dan ook zo'n speciaal zadel. Maar ik ga het wel gewoon met mijn eigen zadeltje doen. En er staat daarachter een bruine cavaletti. En eerst heb ik hem zo op de laagste gezet. Want ik heb het natuurlijk nog nooit gedaan en ik vind het best spannend. En als het goed gaat, zet ik die nog een keer, die andere erbij bovenop. En ik ga zo uit de folter een beetje aankomen. Zodat hij niet keihard van tevoren kan gaan. Want er heeft thuis nog wel eens een handje van. Dat als ik daarin en zie daar een hindernis, dat hij al poef de keihard op afgaat. Dus ik begin gewoon rustig. En dan kijken we hoe het gaat. En ik ga, denk eerst uit een drapje of misschien uit een klein galopje. Maar ja, ik ga dus eventjes kijken. Oké, ik ga eerst een dameszit zetten. Dan hou ik wel één beugel. Kom maar.
wordt sowieso al lastig om hem in galop te zetten. Zo. Ja, dit zit zo niet relaxed. Ik ga zo hard vallen, denk ik. Oh. Ik kan nu al amper zitten. Laat staan als ik. Oh. Oké. Oh. Dat ging nog best goed. Oké, nog een keertje. Oh, dat ging op zijn bek gering. Oké, hou hem even. Oké, dit zit zo niet makkelijk, maar we gaan het nog een keer proberen. Oké. Dit gaat best goed. Dus ik ga proberen één keer hoger te doen, maar dat doe ik maar één keer, want ik denk niet dat dit voor mode de meest fijne manier is om te rijden, want ik hobbel natuurlijk de hele tijd heel erg net ook al. Dus we gaan één keertje hoger en ik hoop dat het goed gaat, dat ik er niet afval. En daarna is het klaar voor en dan heeft hij de opdracht goed uitgevoerd. Oké, nou ik heb hem nu eens opgezet en het ziet er zo uit. En ik vind het dus echt super, super hoog. Nou ja, het is natuurlijk niet hoog voor als je normaal springt, dan is het heel laag. Maar ik moet dus nu met één been aan deze kant. En het ging net al net goed. Dus ik ben zo erg benieuwd hoe dit gaat worden. Maar ik ben echt bang dat dit echt zo fout gaat. En dat ik zo boef zo naar de hindernis zo woepla zo op de grond terecht kom. En nou ja, ik heb het idee dat Mo het ook niet geweldig vindt als ik zo loop te bobbelen. Want hij zit een klein beetje met zijn oortjes naar achter. Nou doet hij dat normaal altijd wel een beetje. Niet omdat hij het niet leuk vindt, maar gewoon omdat hij een beetje... Maar ja, dus ik ga het nog één keer doen en als het lukt, dan is het ook klaar. Dan is het goed verder. Dus, oké, ik ga nu zitten. Ik ga me heel goed vasthouden. En dan gaan we. Wow. Oh, ik vind het zo eng. Dat voelt hij. Dit was zo geen goed idee. Oh, arme Mo, wat doe ik er allemaal? Oh, dit was echt het slechtste idee ooit om dit te doen. Nou ja, dit is eigenlijk de eerste keer dat ik van Mo afgevallen ben. Want ik ben er nog nooit eerder van afgevallen. Maar ja, ik tel het niet echt als een val mee. Maar dit ga ik nooit meer doen. Het was heel leuk. Maar dit was echt een stapje te hoog. En ik denk ook niet dat het voor Mo heel fijn was. Ik vond me echt zo baf, baf terecht op hem. Dus ik vind dat hij het ontzettend braaf gedaan heeft. Hij krijgt straks een super lekkere beloning. Want dit was genoeg voor hem. De volgende vraag is van Bootje Cadeautje. En zij vraagt, heb je ooit de neiging gehad om Mojito te verkopen? Nou, ik zal één ding zeggen. Dat is absoluut niet waar. Ik heb nog nooit de neiging gehad om Mojito te verkopen. En dat wil ik ook absoluut niet, want ik hou ontzettend veel van Mojito. Ik vind het echt de allerbeste pony, zoals ik net ook al zei, die ik me maar kan wensen. Dus ik zou hem echt never nooit verkopen. Ja, mijn ouders zeggen wel, ja, als Mojito straks niet meer kan en je bent 18 en je moet bij de paarden rijden, dan is het dan niet slim om een andere te nemen. Maar daar wil ik voorlopig nog niet eens over nadenken. Dus nee, ik heb er nog nooit over nagedacht om Mojito te verkopen. En dat zou ook nooit gebeuren, zolang die van mij is. Dan weer de laatste vraag van Anouk van Loon. Wat zou je doen voor sport als je niet op paardrijden zou zitten? Dat is lastig, want ik heb ook in mijn leven al wel weer meer sporten gedaan. In het begin heb ik ballet gedaan. Ik heb turnen gedaan. Ik heb verder... Oh ja, ik heb ook nog kickboksen en taekwondo gedaan. Dat is normaal, dat heb ik ook nog best wel goed gedaan. Ik vind het best wel lastig, want ik vind veel sporten heel erg leuk. Ik vind turnen vind ik altijd heel erg mooi en lijkt me echt super gaaf om op hoog niveau te kunnen doen. Dus dat vind ik echt wel heel erg gaaf. Alleen kunstschaatsen is eigenlijk altijd wel een wens van mij geweest om erop te gaan. En ik was ook eigenlijk al ingeschreven, maar toen ging het toch iets wat niet lukte daardoor. Maar kunstschaatsen zou ik nog steeds ontzettend graag willen, want ik vind het ook heel erg leuk om te rolschaatsen. Want ik heb ook van die rolschaatsen, zeg maar, met twee wieltjes voor en twee wieltjes achter om er dus puntjes mee te kunnen doen. Ik vind dat, nou, ik heb dat altijd gewoon heel erg leuk gevonden en ik doe het nu nog steeds. In de winter schaats ik en in de zomer skate ik. Dus dat vind ik echt heel erg gaaf.
Taekwondo vind ik ook heel erg leuk. Ik zou er nog best wel graag op willen. Alleen, ja, ik heb toen een blessure in mijn knie gehad en ik vond het wel heel erg leuk. Ik vond het alleen wel altijd spannend als we zeg maar gingen sparren. Want ik heb een soort van gevoelige plek in mijn buik. En dat heb ik als klein kind ook al gehad. En als mensen dat dus wisten, dan gingen ze dus expres op mijn buik staan om het zo te winnen. En dat vond ik dus echt niet zo heel erg leuk. Maar ik denk dat als ik nu zou moeten kiezen, dat ik voor kunstschaatsen zou gaan. Het is alweer het einde van de video en ik vond die opdrachten heel erg leuk om uit te voeren. Ik vond het wel spannend en ook, ik wil ook zorgen dat hij niks krijgt natuurlijk. Maar ik heb wel nog een vraag aan jullie. Wat vonden jullie nou ook leuk om deze grappige opdrachten te zien? Ik kan zo een soort video's vaker maken als jullie het leuk vinden. En vinden jullie dat nou leuk? Laat dan hieronder in de reacties weten door een duimpje omhoog te doen dat je het leuk vindt. En door in de reacties kun je opdrachten zetten. En dan ga ik misschien binnenkort een nieuwe video maken met allemaal van die opdrachten erin. En er mogen gekke, grappige, spannende opdrachten zijn. Maar het moet wel een beetje binnen het normale blijven. Dus wat te doen is voor Mojito en mij. En nog meer video's zien, check dan even deze video waarin ik voor het eerst L ga springen. Die is echt ontzettend gaaf. Of check even deze afspeellijst voor nog veel meer video's. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei! Bye.